Met één knip van zijn vingers roeide Thanos het halve universum uit. Grote vraag is nu, valt er nog iets te redden? Ik ben Marco Weijers en dit is mijn recensie van Avengers Endgame. I saw all these people die. I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us. 11 jaar geleden werd met Iron Man de eerste steen gelegd van Marvel's filmuniversum. Nu mogen de regisserende broertjes Russo een voorlopig einde breien aan een overkoepelend verhaal waarvoor 22 films lang de zaadjes zijn geplant. In de openingsscène met Hawkeye wordt nogmaals duidelijk hoe traumatisch de verliezen waren in Infinity War. De in de ruimte gestrande Robert Downey Jr. onderstreept op zijn beurt nog maar even hoe uitzichtloos de situatie is. Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'd be it. When I drift off, I will dream about you. Superschurk Thanos is na zijn vernietigende vingerknip spoorloos verdwenen. Hem vinden wordt de eerste prioriteit van de overgebleven Avengers, die daarbij hulp krijgen van de recent geïntroduceerde Captain Marvel. Maar dat is pas het begin van deze 3 uur durende superheldenfilm, waarin elke mogelijke oplossing weer een nieuw probleem veroorzaakt en de verrassingen zich blijven opstapelen. Zo duikt ook Paul Rudd's Ant-Man plotseling weer op, met een verwilderde blik en een al even wild reddingsplan. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. De regisseurs brengen razend knap tal van eerdere ontwikkelingen samen. Favoriete superhelden krijgen daarbij niet alleen hun momentje, voelbaar wordt ook wat er voor ieder van hen op het spel staat. Emotionele confrontaties, originele grappen en spetterende actie wisselen elkaar intussen in een mooi ritme af. Avengers Endgame is een daverend slotakkoord dat binnen dit superheldengenre op vrijwel alle fronten bevredigt. En daarom krijgt deze film van mij de volle map van 5 sterren. Dank voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag!